Het is echt heel creepy. Ik zit vast! Wow. Ik heb eigenlijk een soort van gestolen eigenlijk. Kijk, mijn kinderen toch niet aan. Dan ga je al bijna. Hoi allemaal, en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag een studiedag. En vandaag is echt zo leuk, want vandaag ga ik op skivakantie. Yes! We gaan naar Oostenrijk. De laatste paar jaren zijn we alleen maar naar Duitsland geweest. Maar vandaag gaan we dus naar Oostenrijk. We gaan ongeveer 7, 8 uur rijden. En dan gaan we overnachten. Dus dan gaan we eerst eten daar, zo daar slapen. En dan gaan we 2, 3 uurtjes rijden naar ons plekje, zeg maar. Het is 9:10. Nee, 9:10. En om 9 uur moesten we eigenlijk een beetje klaarstaan. Ik ga in ieder geval meedoen klaarmaken, want ja, ik zie er niet echt uit. Dus ja, let's go. Oké, we hebben alles ingepakt. En trouwens, ik had natuurlijk verteld dat ik naar de nagelsalon ging. Ik ben afgelopen woensdag geweest. Kijk, we zijn allemaal aan het inpakken. Hoi, hoor. Hoi. Hoi, meid, hoi, man. Gaan we op skivakantie? Denk je, nou, moi. Je hoeft alleen een skibroek mee. Wij nemen natuurlijk weer het hele huis mee. Yeah. Maar je heeft 2 winterjassen mee. Mijn mama weet het niet. Maar als ze dat weet, dan vindt ze dat niet zo leuk. Ik ben een beetje aan het stoer doen met even die tassen. Moeten wij zoveel dekens mee? Au, 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 dat is echt heel veel pijn. Nou, het moppie zit er helemaal klaar voor. Oh, jongen, ik heb echt geen beenruimte. En hoe wil je dat ik hier ga zitten, hè? Ja, even, ik weet het ook niet. Alright, baby. Let's go. Jongens, het is toch verschrikkelijk, meiden. Ik kom net terug van de kruisval. Hoe heet dat merk? JBL? Ja. JBL. En hij is Bluetooth. Bluetooth koptelefoon gekocht. Het is om te editen. Het is om te editen. Probeer een film te kijken. Maar ja, dat kan niet. Goed, een uur later. 0 kilometer vooruit. Yay! Oh, we stonden de hele tijd in de file. Ja, jij hebt er helemaal niks mee geweest, dus gaan we niet kruipje. Ah, nee! Ik word gek. Ik ga het filmen. Wat een kutland! Jongens, ik heb zo... Uit onderzoek wijst het jongste kind in het gezin is het vervelendst. Nou, dat is echt duidelijk te merken. Oh nee, dat is het oudste kind. Kijk, ik heb zo weinig plek. Zit zij die hele bankje te nemen. Oh. Nou ben ik er gewoon klaar mee. Ik zweer het. Oh. Nou wordt het. Nou zweert ze het. Even zo je oor kriebelen. Je zou nog wat allemaal gebeuren. Voeten masseren. Oh, niet. Au! Au! Flikker op. Ik heb een broodje. Maar het is ook een broodje. Oh yeah. We hebben echt 2 uur bijna niet door kunnen rijden. We zijn vlak achter een ongeluk. Dat we net in Duitsland waren. Dat was wel. Maar goed, we kunnen nu wel rijden. Het is dus ook naar hetzelfde, ja, waar wij naartoe gaan. Oh my god, dit is hard. We lopen daar een beetje mafkees te zijn. We hebben trouwens even weer een tussenstop gemaakt. We gaan hier even eten. En daarna moeten we nog 2 uur rijden. Zo, echt 5 minuten later heb ik mijn eten. Nou, en nu het rest ook eten. We gaan het heel gezond doen, een salade hebben. Ik heb al slaan, hè? Wordt dat patat voor mij? Ja. Meid heeft dus gisteren deze trui gekocht. Kijk, blauwe trui.
Hij zit er vanochtend foundation opgesmeerd. Ja. Dus nu, alles wat ze doet, doet ze met een snoepje. Wat kan ik niet, hè, wat je nou doet? Je gaat heel voorzichtig eten en alles. Ja. Oké, okay. Het is 10:30 op dit moment. We zijn net aangekomen bij onze overnachting. Dus we zijn nog niet in de Oostenrijk waar we de hele week gaan verblijven. Maar we gaan eerst nog een overnachting doen. En morgen gaan we dan nog ongeveer 2,5 uur rijden naar Oostenrijk. Ja, we hebben gewoon echt de hele dag in de auto gezeten. We hebben er echt de hele dag over gedaan. Kom, je gaat er niet door. Jawel. Ja, ik ga wel met Jordan. Hebben we 2 kamers? What the fuck? Dit is echt heel creepy. Nou, ik heb eigenlijk nog iemand. Nee. Ik dacht dat ik het licht aan deed. Nee. Ik dacht dat ik het licht aan deed. Nee. Ik heb aangebeld. Nee. Nee, ik meen het. Nee. Want ik deed net wel het licht aan. Oh, dit is best wel chill. Dit is trouwens onze kamer. Hier is een douche. En zo. Kom je hier. Hier is de spiegel. En hier is de kamer. En dat is het eigenlijk. En nu gaan we ontbijten. Yeah, let's go. Ik heb trouwens hetzelfde aan als gisteren. En deze schoenen zijn van Vigino. Hi Matthijs. Hoi. Nou jongens, gaan we weer lekker 2,5 uur naar rijden. Woehoe. Kicks on the middle man. Jezus, gaat helemaal genieten. Somewhere, zo mooi. En het is... Nee, staat in de blote. We zijn er! Ik ga naar het appartement, alle spullen droppen. En dan gaan we gelijk vandaag gaan skiën. Nou jongens, we zijn aangekomen. Ik zal even kleiner moeten doen. Echt, ik weet eigenlijk ook niet waar alles is. Maar goed, hier is de deur. Oh, hier is waarschijnlijk de toilet en de badkamer. Je komt hier binnen. Hier heb je de keuken. Dan heb je hier een bank en dat wordt ook de slaapbank. Gewoon een beetje een klein woonkamertje met een kleine tv. Dus de eettafel. Hier is denk ik een slaapkamer. Een kast en een slaapkamer. Kijk, je hebt allemaal zeg maar appartementjes hier zo. En hieronder zit ook ergens een skiverhuur. Dus daar gaan we straks even een ski halen. En dan kunnen we straks lekker skiën. Allemaal skischoenen. En helmen. Wat zijn jullie mooi. Wat zie je eruit. Kijk, zijn we er klaar voor? Lekker bezig. Daar ga je, mop, daar ga je. Mop. Kan het niet meer? Nee, ik zie het. Ik weet niet wat jij deed. We zijn net terug in onze, villa. Kijk, en ik en Jordi gaan... Gaan we wel boodschappen doen? Ja, moeten we. Dit is mijn skis. Super mooi. Dit is trouwens de badkamer. We hebben een bad. Echt vet. Cool. Oké, wel. Wat zeg je allemaal over deze? Mam, kijk, mam. Jongen, dit is toch gewoon schrikkelijk. We lopen met koffers. Ja, wat? Kijk dan, hier is soap. Het komt gewoon letterlijk. Kijk. Ik ben net zo groot als sneeuw. Ah nee! We gaan dus nu boodschappen doen. Kijk, welke koffer ik mee heb. Van Vigino, Senna staat erop. We gaan vanavond uit eten. Ook met mijn tante, neefje, nichtje, oom. Want die zijn dus ook op hetzelfde. Ook in Instagram. En jongens, ik vond het echt zwaar moeilijk. De piste. Van mama moet ik misschien wel op les. Maar ik wil niet zo graag op les. Jongens, ik heb dit bijna... Ik heb dit eigenlijk een soort van gestolen eigenlijk. Ik liep eruit. Ik liep uit de winkel. Want Jordi moest even wat pakken uit de auto. En ik had dit zeg maar om mijn arm. En ik had het dus eigenlijk een beetje gestolen, want ik liep eruit. Oh my god, ik heb dus gewoon dit gestolen. Nou ja, niet echt, want nu kom ik er terug. Ja. Erg, hè? Kom maar, jij bent echt een dief.
staan in de rij. En het is sick. Hoe lange rij. Echt, oh my god. We zijn thuis. We hebben gedoucht. Iedereen, kijk, hier staan onze skis. Handen. Die sokken. Eeuw. Nee. We gaan nu weg. En dit is wat ik aan heb. Trui is van Vingino, denk ik. Broek is van Tommy Hilfiger. En schoenen van Vingino. En Calvin sokken. Ja, ja. Was good, Calvin. Oké, je moet hier staan. Ik vond zomaar dat iemand wel gaat laten trekken, want ik hoorde het piepje van de vlogcamera. Ja! We zijn terug in het skierhop. Trekpan. In het 5 sterren. Plus appartement. Heb je ook min 5 sterren eigenlijk? Oh, wat is dit erg! Kan ik mijn kinderen toch niet aandoen, dit? Kan je echt je uitzetten, zet? Dit is niet goed voor ons imago! Wat zat er in de wijn van de wat is er? Je mag gewoon niet kijken waar we zitten. Kijk maar naast je hangt. En je moet staan. Goeiemorgen. Het lijkt wel een museum. We zitten in het museum. Wat ik ook zeg. Ja, maak hier even wat leuks voor. Goedemorgen, het is de volgende dag. Het is zondag. Ik ga op skiles. Ik vind het nou een beetje moeilijk. Dan ga ik eerst 2 dagen op skiles. Ik heb dus vandaag de hele dag skiles. Dus dan ga ik niet vloggen. Dus dan gaan meiden, mama en Jordi een beetje mijn vlog overnemen vandaag. Ik moet nu skiën. Nou ja, ik moet eerst skiën en dan gaan ze kijken hoe goed ik ben. En dan gaan ze me in een groepje indelen en dan drie uur. Alright, dat zijn je broeders op je beeldscherm. En we hebben de taak gekregen, we zijn om te gaan vloggen, dus we gaan vloggen. Dus ons schijt een beetje heel erg. Waar is mama? Zouden toch dat paardje nemen? Ben je zeker? Volgens mij ging ze dat paardje doen. Je ja, kut, wat doen we, dat paardje? Ja, oké. Okay. Strijden, strijden. We zijn mama kwijt en we weten niet waar ze naartoe is. Dus we zijn er nu aan het zoeken of zo. Gaat wel moeilijk. We hebben nu dit paadje genomen, dus we kunnen niet meer terug. Dus als mama daar naartoe is, dan zijn we er echt kwijt. We weten de weg ook niet. Volgens mij zien we er staan. Ja. Mam, jij dit paadje? Ja, we wisten het helemaal niet. We dachten misschien was je wel naar die andere kant gaan. Oké, mensen, we moeten even omhoog, omhoog. En dan gaan we van de stuntbaan. Oké, Jordi van de stuntbaan. Hoop van zegen dat ik zelfs niet op mijn bek ga hier, oh. Hey, dat geluid. Wajo, wajo, wajo. Wajo. Ga nou. Daar ga je al bijna. Oh jee, hij gaat alweer te hard. Daar met Moesie. Oh my gosh, daar gaat hij. We gaan de tunnel in, we gaan de tunnel in, we gaan de tunnel in. En we zijn eruit. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Oké, we zijn de leeftijd gekomen. Ik durf het niet! Oh my god, dat ging echt net. Nou, wij zitten lekker te eten. Terwijl Sen aan het strijden is. Als ze het terug ziet, gaan ze het niet leuk vinden. Nee. Oké, okay. Hebben jullie veel gevlogd? Beetje. Jawel hoor, we hebben wel veel gevlogd. Oké, okay, mooi. Nou, ik ben klaar met mijn skiles. En we gaan nu nog even een uurtje skiën, denk ik. Je ging nog naar het dorp. Je ging nog naar het dorp en je ski. Oh, je hebt lekker zandlaag hier. Dankjewel, hè, vriend. Ja, niet. Eikel. Ik dacht ik ga Sarah weer eens opvangen. Nou, doei.
mooie hockey van ons. En ik heb vandaag dus mijn eerste skiles gehad. En morgen heb ik dus mijn tweede en laatste skiles. Kijk, mama is nu een beetje aan het koken. Ja, dit is wat we eten vanavond. Het is een beetje pasta volgens mij. Meid is nog bij de apres-ski. Ik ga dus even de tafel dekken en dan gaan we straks eten. En daarna ga ik in bad. Nou, we gaan lekker eten. Kijk jongens, Jordi heeft bijna de 10.000. En zo naar mij. Nog één volger. Superleuk. Ga even proosten. Oh, jammer dat er niemand aan de tafel is. Ga ik even met mezelf proosten. Superleuk ook altijd. Echt lekker gezellig met iedereen eten. Echt zo leuk. Maite is er ook niet. Die is nog even drankjes aan doen. Maar je krijgt dus lekker geen eten. Hoe ik mijn avond doorkom is met dit. Wat een licht. Does she love me again? Big black sky. Over mountain. Alright guys, het is 10 uur. En ik ga slapen. Dus ik ga ook de vlog afsluiten, want ik ben alweer 3 dagen aan het vloggen. En morgen start ik een nieuwe vlog. Dus bij deze, erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even in de reacties weten of je nu al de vakantie ski vlogs leuk vinden. Ik vind het super leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus laat het even weten. En doe ook even een blauw duimpje omhoog. En abonneren natuurlijk. Je weet hoe het allemaal werkt. In ieder geval, ik zie jullie bij de volgende vakantievlog. Doeg!